Ik ga een 3D inleenagel laten zien op een stiletto. Ik heb de basislaag met kleren al gezet en ik ga nu aan het nagelbed beginnen. Kijk maar mee. Ik ga eerst de nude verdelen in het nagelbed. En ik zorg ervoor dat ik wat ruimte vrij hou op de natuurlijke nagel om straks de smile line in te kunnen zetten. Het wordt een lange nagel. Dus ik vind het mooi om ook een lang nagelbed te gaan maken. Wanneer je tevreden bent over de vorm van het nagelbed, houd je deze 30 seconden uit in de twin light. De Power Gel Nude is uitgehard en nu ga ik hem verder afbouwen het nagelbed met de extender. Met het kleine penseel verdeel ik hem richting de cuticle, zodat ik daar mijn overgang naar de natuurlijke nagel mooi strak kan maken. Met het grotere penseel neem ik mijn product mee naar beneden. Dit doe ik met de buik van mijn penseel zonder al te veel druk te zetten. En op het moment dat je merkt dat de powergel begint te plakken aan je penseel, is het een teken dat je weer een klein beetje vochtig moet maken. De powergel is uitgehard en nu ga ik het nagelbed in model veilen. Omdat het een inleennagel wordt, wil ik dat de muurtje hier heel strak wordt. Ik zet mijn vel daar recht tegenaan, maar ik maak wel een ronde beweging. Zijkant van het nagelbed kantel ik mijn vel wat meer in. Ik ga weer terug naar het midden. Ook bovenop het muurtje ga ik veilen. Daarbij hou ik mijn vel plat. En het enige wat ik veil is het muurtje. De rest van, het nagelbed ga ik pas veilen als ik de totale nagel heb gebouwd. Ik ga het nagelbed verder in vorm veilen en dan kom ik zo bij je terug. Ik heb het nagelbed geveild en nu ga ik de inleen maken. Kijk je mee? Ik begin met het inschilderen van de verlenging en het muurtje. Daarvoor gebruik ik de Liner Gel Black en mijn Detailer 3. Zorg ervoor dat je de muur goed omhoog schildert en ook goed de punten van de smileline meepakt. De Liner Gel Black is nu uitgehard en nu ga ik verder met mijn design. Ik mix op mijn paper palette mijn chroompigment met een beetje topgel. En ik breng een soort slinger aan op de nagel. Met een beetje topgel pak ik wat glitters op. En die leg ik op het pigment. En ook dit zet ik even 10 seconden vast in de twin light. Over de slinger die ik net heb aangebracht ga ik een beetje powergel aanbrengen. Kijk maar mee. En dit ga ik met mijn penseel verdelen. Dat doe ik met de Double Power penseel en daarvoor gebruik ik het kleine gedeelte. En ik zorg ervoor dat dit ook een muurtje wordt. Dus het is belangrijk dat je aan de zijkanten je penseel kaarsrecht houdt, zodat je daar dus een muur gaat krijgen. Om wat meer kleureffect in de nagel te krijgen, ga ik nu het muurtje inschilderen. Eerst met Yellow is Yellow Gel Polish en daarna met de Liner Gel Black. Ik gebruik nu 2 detailers. De een ga ik gebruiken steeds voor de lichte kleuren, dus voor de geel. En met het andere penseel hou ik het bij zwart en hoef ik tussendoor niet steeds mijn penseel schoon te maken. Ik schilder als het ware de bovenkant van het muurtje. En het kan wel eens gebeuren dat je dan een beetje morst over je muurtje heen. Dat is niet erg, want het vuil is straks weg. Nu ga ik met de andere penseel verder met zwart. Ik zet er ook weer een zwart lijntje tegenaan. Hetgene wat ik gemorst heb een beetje, kan ik gelijk camoufleren. In de punten van de smileline ga ik nu chameleonflakes aanbrengen. En omdat die plat zijn, kan je die dus heel hoog in de smileline leggen. De vlakken die ik nu in heb gekleurd met de Chameleon Flakes, ga ik weer cappen met de Power Gel. Met de Yellow is Yellow Gel Polish ga ik weer het muurtje schilderen. En daarna ga ik die ook weer donker maken met de Liner Gel Black.
Maar juist door dat geel toe te voegen, krijg je zo meteen een heel speels effect. Nu hard ik hem 30 seconden uit in de twinlight. Opalen geven altijd een heel mooi effect, dus ook deze ga ik aanbrengen in de nagel. Ik heb al wat opalen neergelegd op mijn paperpallet. En ik ga ze oppakken met een klein beetje topgel. Als je de opalen hebt aangebracht, zet je hem ook weer heel eventjes vast in de twinlight. De opalen liggen nu vast en ook deze ga ik weer cappen met de Power Gel Clear. Zodra ik dat gedaan heb, ga ik ook de muurtjes weer schilderen met zowel de Yellow is Yellow Gel Polish en de Zwarte Lijn Gel Black. Zorg er weer voor dat je penseel recht ophoudt om een mooi muurtje te maken. Het volgende vak ga ik opvullen met groene glitters. Nou, zoals je ziet heb ik heel veel verschillende producten gebruikt en heb ik ervoor gekozen om hele kleine elementen te maken. Maar natuurlijk kun je ook minder vakken maken en dan ben je gewoon iets sneller klaar. Ik ga nu de nagel in model veilen en dan kom ik zo bij je terug. Ik ben klaar met veilen en nu komt het allerleukste moment, want ik ga hem aflakken met de topgel. Kijk maar mee. En kijk al die glittertjes naar boven komen. En we gaan kijken naar het eindresultaat. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie varianten van deze 3D-nagel. Tot de volgende keer!